Ik kom uit een gezin van vier kinderen en mijn vader had een tuindersbedrijf in Monster, grenzend aan Lozuine. Bij kinderen moest je in de jaren zestig van jongs af aan altijd meehoop en het was hard werken van s'morgens vijf tot s'avonds zeven. Voor en na schooltijd altijd waren we bezig van maart tot oktober. Het eerste wat je leerde was kistjespapieren, dat doe je bekleden met voorgesneden papier. S'morgens vroeg moest je in oude kleren en met laars aan eerst naar de groente in de kas en op het land. Je moest snijden, plukken, sjouwen, tomaten, komkommers, snijbonen, sla, spinazie, bloemkobel enzovoort. Je lag op je knieën met een zijden broek aan als bescherming tegen het vocht. Ik hoorde mijn vader nog zeggen, we moeten altijd verse producten leveren en van hard werken ga je niet dood. Sterker nog, het is goed voor je spieren. Het was secuur, maar ook heel rustig werk in de zomer. Ik ben er wel eens in slaap gevallen in die warme kassen met al dat zonlicht erop. Na het snijden en plukken moest je alles klaarmaken voor de Loosduinse veiling. Dat gaf iedere dag weer grote stress. Snel de producten sorteren, tellen en wegen, kisten laden op de wagen... en overladen op de veilingstraat. Vastbinden met touw. Als je laat op de veiling kwam kon je het wel vergeten. Alles kon weer mee naar huis. De producten moesten vers zijn en goed uitzien. Anders werd het doorgedraaid en konden de kisten weer mee naar huis en kon je thuis alles opnieuw sorteren. En werd het de volgende dag weer geveild. Mijn vader vervoerde zelf met een veilingsschuit. Dat werd rond de jaren 50 vervangen door paard en wagen. Iedere morgen was een tour om dat onwillige paard uit de wei te krijgen. Later werd alles met tractor en om een vrachtwagen vervoerd. Vanaf de jaren zeventig werd het steeds moeilijk om werkkrachten te vinden voor op de tuinerij. Steeds vaker kwamen er Marokkanen en Turken. Zij kregen een slaapplek en mochten eerst nog mee, mee eten. Zij hielden hele andere gewoontes op na. Ze aten geen varkensvlees en aten ook niet zo netjes. Ik hield niet van werken op de tuin en zeker niet... Als Tina zonder s'avonds uitging, dan kwam ik vaak om twaalf uur aanzetten. Mijn moeder stond al in de deur op me te wachten. Als ik met een jongen thuis kwam, dan kon ik gelijk door naar de tuin. Want de sla die moest nas gesneden worden. Nee, ik zou nooit met een tuinder trouwen en zo is het gebeurd. De tuinderij werd verkocht. Het woord in recreatiegebied. Toen mijn eigen dochters niet wisten wat een tomatenwaarhuis was, schaamde ik wel als tuindersdochter. Na vele jaren later heb ik groene vingers. Ik ben graag bezig met planten, groente en fruit. Ik stek, ik week, maar uitsluitend voor mijn plezier.